Welkom bij aflevering 10 van Hunche vanuit de haven hier in Volendam. Even terugkomend op vrijdag. 2-0 gewonnen, 3 punten aan plek 3. De wedstrijd bloeide een beetje dood, maar we hebben toch een positief punt. Ferdy de cardioloog heeft getekend tot 2021. Dat is mooi, want dan wordt hij ook in 2021 ook 21 jaar en volwassen. Proost jongens, dat is mooi mensen. En Ferdy, doe je vader en moeder de groeten van Mina, hè? Van NEC. Je vader had vorig jaar nog een paar voetbalschoenen bij Mien gebracht. Die zien al veel geld weer. Mooi met raakt die man of the match. En weer maakt die een mooi doelpunt. Ja, tegenstander Volendam in het kunstgrasstadion. Ik denk dat ik met de boot ga. Dat valt niet zo op. Want hier in Volendam wonen kannibalen. Ze leven van de toeristen. En de moeder van Jantje Smits had nog steeds de spullen niet terug van Jolante. Die band De Dijk had er een liedje van gemaakt. Op De Dijk in Volendam zingen ze al. Ik heb geen cent te maken. Tussen de wal en het schip op de laatste plaat. Overdag gaan we ook nog naar Marken. Want dan kun je nou ook maar euro's betalen. Jullie hebben de 3 J's, maar wij hebben de 6 J's. Joris, Jari, Janio, Joshua, Joey en Jordan. Jullie hebben ook Nick en Simon. Maar wij hebben Adrie en Remco. En die zingen net zo goed. Die palingboeren gaan tegen ons achter het net vissen. We gaan ze uitroken. We roken ze palen. Ja, ik voorspelde wel dat we daar met 0-2. 0-3 gaan winnen. Ik denk dat ik vrijdag met de zielenknieper 24 ga, zo te zien. Wat een lieve soep, man. Lijkt wel of we bij de honing zien, man. Nou, hou je en tot de volgende keer.